Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ja. Niels, zoals je hier in het hoekje ziet, die is vandaag thuis. Jee. Nou ja, niet voor mij, maar die is gewoon thuis om te klussen. Ja. Joef, hou eens op. Jordi die wordt door Niels nu naar school gebracht. Of ja, aangekleed en dan naar school gebracht. Ik heb zijn spullen al klaarstaan. En dan ben ik hier met twee kinders tot vanmiddag. En ja, dat is eigenlijk een beetje de situatie. Als Jordi dadelijk weg is, zorg ik ook dat ik aangekleed ben. En dan ga ik de kindjes aankleden. En dan gaan we even naar de winkel. Zodat papa alle rust heeft om te kunnen gaan beginnen met zijn klussen boven. Want als hij niet een keer vrij neemt tussendoor, hebben we ook niet veel tijd. Dus dat. Ja, gisteren heb ik niet veel meer opgeruimd. Het is hier gewoon nog één grote bestbende. Nou, anders was het ook crazy als Liam 5 minuten had. Ja, dat is waar. Wat Niels zegt is waar. Dus ja, vandaag een nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We doen het allemaal mee. Liam is boos. Want Jordi gaat weg en hij niet. Hij is even Jordi. Oh, is ze weg? Hallo. Nederland. Koek, koek. Ja, zo kan het ook, hè? Wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Goed zo, Sammy. Goed zo. Ja. Ja. Ben je zo blij? Kijk uit, hè. Ik heb fruit gemaakt voor de kinderen. Zijn ze ook lekker aan het happen. Ja. Hier, wil je aardbei? Oké. Is er klaar? Voor wat muziek? Hij vindt het niet vies. De aardbei is koud en wat harder om op te kouwen. Dus daar moet hij aan wennen. En het is een beetje zuur in, dus daar is hij mee bezig. Maar hij vindt het zeker niet vies hoor. Hij trekt gewoon raar gezichten, lijkt op zijn moeder. Ik heb van alles gedaan in de tijd dat de kindjes zijn gaan slapen. Ik heb voor vrijwel 2 dagen eten gekookt. Morgen eten we hutspot, die staat nog aan. Vandaag eten we macaroni, die is al klaar. Ik heb de buitenkant van de keuken even helemaal aangepakt. Sam is nu weer wakker. Niels heeft voornamelijk op de bank gelegen. Speelgoed heb ik niet opgeruimd, want ik was met de keuken bezig. En Liam is ook al wakker. Zo dadelijk gaat Niels Jordi ophalen. En dan is Jordi ook weer thuis. Gaat Niels weer boven verder met klussen. En dan komt hij rond etenstijd weer uit zijn hol gekropen. Om vervolgens mee te eten. Dan is het een kwestie van eventjes wat spullen opruimen. En kunnen de kinderen weer naar bed. Ja. Hi. Oh. Joef, ga weg. Die hond zit mij de hele tijd te vervelen al. Wat wil jij vertellen? Hij had zich straks helemaal ondergezeverd en gedaan. Dus ik heb een pyjama shirt maar even aangegeven. Ik denk hij zevert zijn eigen zaak toch alweer onder. Yay! En daar is Liam! Yay! Jordi is weer thuis. Ik zou het niet doen, Liam. Ik ben ook eventjes gauw naar de apotheek geweest om Jordi zijn medicatie op te halen, want die stond daar. Dus ik had even hun gesproken en het was allemaal binnen, dus dat hebben we ook weer in huis. Ik ben ook aan het uploaden. Niels is weer naar boven toe. Dus ja, de Bambix Bende continues. De Bambix Bende saga continues.
Liam, stop daar nou eens mee. Ben nou eens niet zo trots dat je dat doet. De hele tijd de locomotief van Jordi van de bank afduwen. Ik kan wel zeggen goedemorgen, maar het is nog steeds nacht. Sam die heeft ontzettend last van zijn tandjes. Hij heeft koorts. En we hebben hem wat te drinken gegeven. Moest hij eens weer naar bed. En hij is nu even aan het afkoelen. Ja. Ik heb hem het tandenspul Dentinox gegeven. Hoe is het? Echt, al mijn kinderen zijn gek. Ga je daar nou serieus in liggen? Ik heb al een andere plek waar je kan liggen hoor. Dus ik ga nog heel eventjes opzitten met hem. En dan ga ik hem zo dadelijk lekker in bed leggen. En kijken wat hij doet. Meer kunnen we niet doen. Heel de keuken is weer op bed, hè? Omdat Niels iets niet kon vinden. Wat hij uiteindelijk toch niet wil gebruiken. Dit ding. Hij wil het niet. Hij heeft het helemaal nooit gewild. Ik heb het in de kast liggen voor het geval dat. Ik heb van de week nog geprobeerd. En toch moest en zou Niels dit meenemen. Maar goed, ik ga het even uitzingen met Sam. En dan gaan we wel kijken hoe het loopt. Nou, en dit is dus de aftermath. Als je een kind hebt die 's nachts wakker is. Ik denk dat ik rond 5 uur pas weer sliep. En om 7:30 maakte Niels mij wakker. Ja. Hallo, ik ben Kloontje. En ik ben al 5 jaar. Ik mis heel veel ijzer. En ik eet ze door elkaar. En wat doe je als je zo'n nacht hebt gehad? Ga jezelf even aankleden en je haren doen. Al heb ik hem echt een bed herdoen, maar dat maakt niet uit. Sammy is ook wakker geworden. Die ga ik zo dadelijk ook eventjes zijn luier doen en aankleden en alles. Die andere twee doe ik ook gewoon aankleden. Ik heb de kleding al klaar liggen. Laat je broertje nou eens met rust. Die slaat jou nog een keer, als die daar heel groot is, slaat jou nog een keer helemaal de pest in. Kom eens, heetje. Zo. Ja.
Laat hem met rust. Echt, is altijd dieren. Als er één iemand ziek is, gaan ze die terroriseren. Stalletje etters. Maar goed dat mama een oogje daarop heeft. Maar goed, ik ga jullie eventjes de kinders doen. En bedenken wat ik dan ga doen. Want als ik nou heel veel op mijn kont ga zitten, dan kom ik de dag niet meer door. Met een zetpilletje gaat het gelukkig al iets beter met hem. Hij is lekker nou banaantje aan het kouwen. Jordi heeft ook fruit. Liam is ook al bezig. Dus ja, dat doen we dan maar, hè. Oh. 2 uur slaap is niet normaal voor een mens. Oh. Maar goed, we blijven bezig. Afgelopen. Ja, juist. Maar je hem toch wel weer. Dat was niet helemaal de bedoeling dan. Dat was wel de bedoeling. Harry schoppen. Moet ik hier ook iets aan zetten? Wil je been kijken? Hé? Hey? Nee, niet Bing. Wat wil je dan kijken? Ben je Bing? Ben je deze? Ja? Oké. En hij is weer wakker. Hij wil niet meer slapen. Ja, toch? Pien, nou je dit? Maar rustig, niks aan de hand. Wil mama ook nog even eten? Wil je nog even lekker spelen dan? Je broer slaapt wel. Nog lekker even spelen. Oh, ben jij dat? Oh, ben jij dat? Ja, ik kan er toch een lachje vanaf, schatje. Oh, de poe. De poe. De poe. Kindjes zijn wakker. Sam heeft niet meer geslapen. Liam die zit hier eventjes, want die was over de zeik. Ik denk dat Jordi klaar is met zijn Ranja. Die Ranja op, jongen. Ja, is goed gedaan. Mag mama die hebben? Dank u. Dan ga ik nu even iets lekkers pakken voor ze. Koken hoef ik niet echt, want ik heb mijn hutspot al klaar. Dus dat is goed geregeld, denk ik. Ik hoef alleen mijn speklappen straks maar even te bakken. Dus, ik ben kapot man, na zo'n nacht. Goed, even iets lekkers pakken voor de ettertjes. Wat ben je dan nou aan het doen? Waar is dat nou goed voor? Nee. Nou, vind ik niet. Nee, vind ik niet. Hingen. Nee. Waarom doe je dat nou? Ik merkte dat Sam lekker wilde liggen. En Liam die wilde erbij liggen. Dus ik heb even een boxkleed gepakt die het nog had liggen. Dus daar liggen ze dan, gebroeders. Ik ben boven bezig geweest. Ik heb allemaal kleding gepakt. Wat van Jordi is geweest. Wat Liam nu aan gaat kunnen. Dat heb ik allemaal klaargelegd zodat het uitgewassen kan gaan worden. Niels die heeft Sam en Liam naar bed gedaan. En nu is Jordi aan de beurt. We hebben Jordi net heel eventjes van buikpijn verlicht. Dan krijgt hij nu lekker een flesje. In mijn papa seat gaat hij zitten. Ja, Niels die geeft meestal Jordi zo de fles. Lekker op het gemakje. Lekker bij papa.
Want dan houdt hij één hand vast. Dan maak je zijn fles in één keer helemaal leeg. Meestal wel, ja. En dat is wel belangrijk met de ochtend- en de avondfles, want daar zit de medicatie in. Dus dat is belangrijk. Wij gaan zo dadelijk nog eventjes opruimen. En dan probeer ik nog even boven heel veel was te doen, want ik heb best wel veel was. Dus ja, dan gaan we proberen te doen. En papa gaat dacht kijken via Viaplay. Prima dat je dacht kijkt, maar er wordt wel opgeruimd. Dus dat is wat we gaan doen. Ik hoop dat Sam blijft slapen. En dat hij ons niet wakker maakt vannacht. Dat hoop ik iedere nacht. Ja. Maar tot nu toe slaapt hij. Maar vannacht had hij echt gewoon kort. Ja, ja, dat klopt. Dat had ik ook al gezegd. Dat was gewoon niet grappig. Maar hij heeft de hele dag een beetje gejengeld. En hij heeft vanmiddag maar drie kwartier, half uur drie kwartier geslapen. Dus hij was echt wel kapot. En nu ligt hij gelijk te slapen. Ja, en ik hoop dat dat zo blijft. Dus we gaan ook deze ups en downs nu afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.